Puntjes, daar zijn we weer. En welkom bij een nieuwe vlog. Welkom. Wij gaan. Het was best wel een lekker zonnig dagje. Dus ik dacht, laten we de auto gaan schoonmaken en opruimen. En we zijn met... Hoepie. Max. Kijk eens, wat is dit? Oh, staat het daar nou? Wat een toeval. Hij zit hier lekker bij de hand te doen. In ieder geval... Er is iets heel leuks en je kan ons gaan ontmoeten. En daar zal ik zo alles meer over vertellen. Maar nu gaan we eerst eventjes de auto wassen. Later. Wij zijn dus de auto aan het schoonmaken. En Celine, die mocht niet meer daar zitten. Dus waar is ze gaan zitten? Heb je het koud? Ja. Oké, later. Doei. Hoi, het is vandaag weer een volgende dag. Gisteren zijn we vergeten om een paar dingetjes te zeggen. Nou, niet vergeten. Het was meer, we waren best moe en zo. Ja. En ik dacht, kan vandaag ook wel. Ja, wij zijn nu weer op een andere plek, want wij zijn in mijn kantoor. Ja, we zijn nu in mijn kantoor. Daar zie je al de jurken hangen. Maar het is vandaag maandag. Ja. En wij zouden dus nog wat vertellen, want er is iets heel leuks. Wij zijn gisterochtend bij een winkeltje geweest. Ja. Monom... Het is een kinderwinkel, Monom heet het. Monom, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Monom. Wij zijn gisteren bij die kinderkledingwinkel geweest. En jullie kunnen ons daar ontmoeten, want ik ga daar een modeshow lopen. Ja, Celine, de 24e, 24 maart gaat Celina daar naar modeshow. 12 nachtjes. Om 1 uur. Alle details in de beschrijving. Ja, dus wil jij daar nou ook bij zijn? Ik zet alles, de naam van de winkel, het adres en de datum en alles zet ik hieronder in de beschrijving. Ja. Het wordt echt heel leuk. Er komen natuurlijk Mickey en Minnie. Er zijn volgens mij wel iets van 30 kinderen die meelopen. En nou ja, Celine is dus... Ja, 31 kinderen. Met jou erbij. Ja. En Celine is daar dus voor uitgenodigd. En wij zullen daar dus zijn. Dus wij krijgen best wel vaak berichtjes van... We willen jullie ontmoeten. Dit en dat en dat. Het is trouwens in Roon. Dus als je het dus leuk vindt om de 24e daar naartoe te komen. Ja. Kijk naar alle dingen. Vraag aan je ouders of je mag komen. En dan kunnen we jullie zien. Ik zou het heel leuk vinden om jullie te ontmoeten. Ja, toch niet? Ja. Dus nou... Dat was dus even dat. Wat ik dus heel irritant vind als Celine, als wij kleren aan het kopen zijn. Ja. Dan ben ik haar ineens kwijt. En dan kijk ik en dan denk ik, hé, waar is ze? En dan staat ze dus naast een paspop. Gewoon heel vervelend. Als, gewoon ook alsof zij een paspop is. En dat heeft ze dus in die winkel ook gedaan. Dat zal ik even laten zien. We hebben dus gefilmd daar ook. Dus die zal ik nu even laten zien. Pakketjes van AliExpress. Ja, die had ik dus. Die gaan we nu even openen. Die had ik naar kantoor laten sturen. Ja. Dus die zijn nu binnen. Ja, we zijn er nu 4 binnengekomen. Maar ik weet niet wat het is. Omdat ik ook dingen heb besteld voor een vriendin van mij en haar dochtertje. Die pas is geboren en dat vond ik leuk. Oh ja. Dus daar heb ik dingetjes voor besteld voor Noof. Noofie. Ja. Dus dat vind... misschien zit er al iets bij voor Noof. Ja. Laten we kijken. Laten maar ik heb ook een badpak voor jou besteld. Laten we met deze beginnen. Oh, dit is van mij. Wat is dit dan? Dit is een body. Dit vond ik leuk.
Ik zal trouwens, bij Selina's kanaal kreeg ik veel vraag van waarom zet je de linkjes niet erin. Dus sorry, dat ben ik inderdaad vergeten, want ze had een squishy AliExpress video. Ik zal nu, als je het leuk vindt, de linkjes wel erin zetten. Maar dat is dus een doorschijnende body. Zo, hij ruikt chemisch. Oh mijn god. Ruik je dat? Hij ruikt. Niet lekker hoor. Maar jij vindt het zeker weer lekker, want jij vindt alle rare dingen lekker. Ik vind de knop dat... zit trouwens heel raar. Oké, laten we met het. Maar dit is dus een body. Ik ga het niet aandoen hoor jongens, trouwens. Laten we met het tweede beginnen. Wat is dit? Is dit voor jou? Chinese. Ik had dus zo'n soort van ding wat je over je bikini aan kan doen. Zo'n doorschijnend lange jurk iets. Wat me wel leuk leek. Mm-hmm. Maar het is een heel raar stofje. En het stinkt ook weer heel erg. Maar het is dus wel heel lang. Het is leuk of er al iemand in heeft gezeten. Heel. Ja, ik weet het niet. Ik pas het thuis wel aan, maar ik denk dat dit een flop is. En ik denk dat dit voor Novi is, want het is heel klein. Ook voor jou kan ook. Ja. Oh, mijn bikini. Nee, het is een badpak. Oh. En die was echt heel goedkoop. Hij was... Ik ga kijken. Trouwens, die body was 5 euro. En dat ding, dat lange ding, was ook volgens mij ook rond de 5 euro. En ik had dus dit badpak voor Selina. Even kijken hoor. En die is... Oh. Stinkt die ook? Maar dit badpakje, hij ziet er wel heel leuk uit. Maar wel een beetje klein als ik eerlijk ben. Ja. Yeah. Het is denk ik te klein voor jou. Denk je ook niet? Maar hij was 3,67 euro. En dit is het laatste pakket en hij is heel groot. Ik weet niet wat dat is dan hoor. Want ik hier heb ik wel een schijf voor nodig. Ik heb niks meer voor mezelf besteld. Het zijn drie dingen voor jou. Ah! Of niet? Huh? Oh. Oh, nee. Ja. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Dit is leuk. Oh. Dit vind ik leuk. Oh ja. Ik heb dus voor Celine ook van, zeg maar wat ik net... Wat ik zeg maar net had in die body van mij, heb ik ook voor Celine. Oh, shirtjes gekocht. Je had ze alle drie voor. Kijk, hè. Gaan ze aan de stand? Kijk. Dan kan ik even laten zien. Mama. Kijk, leuk. En als je, ik weet niet of je het patroontje kan zien een beetje. Kijk. Deze is dus zo. En deze is met streepjes. En deze is met streepjes. En wat is dit dan? En dit vind ik echt zo leuk staan bij haar. Want ze had al zoiets. En die had ze van de vrouwenafdeling bij de Zara. Wel een topje eronder trouwens, hè, voordat iedereen gaat zeggen, wat doe je kind nou weer aan? Maar dit vind ik heel leuk. Vooral met zo'n flared broek vind ik dit echt heel leuk. Oh ja, en zo'n rokje. Maar hij ziet er niet zo mooi uit hoor. Deze is een beetje tegenvaller. Ja. Oh mijn god, dit ruikt naar verf. Ruik even. Dit hebben nee, ik weet wat het ruikt. Naar plakband. Nee joh. Jawel. Maar op zich vond ik dit ook wel leuk samen. Dit ik zal even kijken hoe duur dit is. Even kijken. Die topjes, dus die doorzichtige topjes, die zijn 4,54 euro. En het rokje was 7 euro. Het rokje was 7 euro. Oké, okay, nou wij gaan nu lekker alles inpakken en dan gaan we naar huis. Dan ga ik snel een video editen. Ik hoop dat we jullie 24 maart zien. Ja. Toch? Dat we jullie dan kunnen ontmoeten. Dag je. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe even een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren op Selina. Nee, doe maar de Selina. En op Selina's World, dat is mijn kanaal. We hebben trouwens de 40.000 op dit kanaal bereikt. En Celine heeft de 20.000 op haar kanaal bereikt. Dus met 25.000 op haar kanaal gaat zij een Q&A opnemen. En als wij 50.000 abonnees hebben, gaan wij ook weer een Q&A opnemen. Ja. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, mensjes. Ja.
En doei.